Arriva maakt samen met Connection, Veolia en Syntus bezwaar tegen de verlenging van het openbaar vervoerscontract dat de provincies Groningen en Drenthe met Q-Bus tot eind 2019 hebben afgesloten. De overeenkomst met Q-Bus zou eerst eind 2017 aflopen. Volgens Arriva is de verlenging in strijd met de Europese regelgeving. Eerder al meldde verkeersdeskundige Arthur Kamminga dit op Oog TV. Q-Bus heeft natuurlijk zijn aanbesteding, zijn bieding gebaseerd op nieuwe bussen die over een bepaalde tijd zouden worden afgeschreven. En nu deze bussen langer kunnen doorrijden, heeft Q-Bus daar een voordeel